Mark en Julie zijn klaar met te werken in de woonkamer. Bij het openrollen van het tapijt ziet Julie dat er kauwgom aanhangt. Gelukkig weet Julie het juiste adres hiervoor. Hetpoetsbureau.be. Kauwgom in een tapijt kun je wegkrijgen door er 15 minuten een plastic zak gevuld met ijsblokjes op te leggen. Zet eventueel een gewicht op de zak, zodat de plek goed koud wordt. De kauwgom zal bevriezen. Dan kan je hem in stukjes breken en verwijderen. Kaarsvet op het tapijt verwijder je op dezelfde manier. Liesbeth van het Poetsbureau gaat verder met het proper maken van de tv in de woonkamer. Schakel de televisie altijd uit voor je hem proper maakt. Oude glazen televisieschermen kan je nog gewoon schoonmaken met een glasreiniger en een doek. Dat kan absoluut niet bij de moderne plasma- en LCD-schermen. Wrijf het stof van het scherm met een droog microvezeldoekje. Druk daarbij niet te hard. Als het scherm schoon is, hoef je verder niets te doen. Zit er toch nog vuil op het scherm? Bevochtig een microvezeldoek lichtjes met water. Ga zachtjes met draaiende bewegingen over het scherm, zonder te drukken. Wrijf de televisie en omlijsting droog met een tweede, droge microvezeldoek. Laat nooit vloeistof op het scherm zitten, want dan krijg je vlekken. Ziezo, en dan nu een avondje gezellig televisie kijken. Tot volgende week. Andersen.